Bij de HVA helpen we graag om de wereld een stukje digitaler te maken. Dat doen we onder andere met praktijkgericht onderzoek. Hoe kun je bijvoorbeeld straten, wegen en gebouwen beheren door gebruik te maken van digitale technieken en oplossingen? Boerzo Ali is student HBO ICT en doet bij de HVA de minor Data Science. André Kapitein is eigenaar van Sonarski, een start-up voor digitale toepassingen. En Jurjen Helmes is onderzoeksleider Smart Industry bij de HVA. Tijdens hun onderzoek wordt een stadswijk in Amsterdam dagelijks gescand met een 3D-lasertechniek. Door de 3D-scans van twee verschillende dagen met elkaar te vergelijken, wordt zichtbaar waar onderhoud of reparatie nodig is. Zo kan zelfs één kapotte lantaarnpaal eruit worden gepikt. Het is een grote stap in het slim beheren van straten, wegen en gebouwen. Digitalisering? Samen werken we aan oplossingen voor morgen.